Ach, bij de Kloosterweg rechts afslacht, dan kom je op de Ronduteweg. Je ziet daar de bossages van de Rondute liggen. Dat was vroeger een fort, aangelegd door de Spanjaarden in de 80-jarige oorlog. Het is vrij uniek, omdat het vijfhoekig is. Een ander woord voor fort, dat is een redoute. En dat hebben ze hier verbasterd tot rondute. Toen dan de Spanjaarden hier wegtrokken, toen hebben een rijke baron hier een kasteel op laten zetten. En op een nacht is dat kasteel met de grond gelijk afgebrand. De baron en zijn vrouw, die zijn in de brand omgekomen. De baronesse, dat schijnt een verschrikkelijk vrouwmens geweest te zijn, die af van uren nog putten deugde. Verstraffen om haar zondig leven, moest er een geest rusteloos in de ruimte ronddolen. Eén keer in de 100 jaar mocht ze hier op deze plekken terugkeren, om een toevallige voorbijganger een dienst te vragen. En als die een dienst weer ingewilligd, dan zou uw geest worden bevrijd. Het schijnt dat een paar honderd jaar geleden hier iets bijzonders is gebeurd. Een koeterken van de koewacht, die had hier bij een boer op het zand werkte, die was op een zondag naar overslag kermessen geweest. Hij had al zijn geld verbrast van sterke drank. Hij was zat. En hij liep te midden van de nacht terug naar huis. Er hing een aparte sfeer in de polderen. Er klonken allemaal van die gekke, onheilspellende geluiden. Hij liep nou over de Ronduteweg op weg naar het zand. Daar was hij vlakbij. En daar werkte hij bij een boer als koeteren. Hij zorgde daar voor de koebeesten. Hij sliep in de schuren in een stal bij de beesten. Hij voelde hem helemaal niet op zijn gemak. En daar zag hij de contouren van de rondute en hij stopte. En eens werd het kort donker. En daar stond ineens de witte madame van de baron voor hem. Hoe was dat een lille kwijf, zeg. Ze begon te praten met een ouderlijke stem. Oh, schoon jongeling, volg mij. Volg mij naar de onderaardse gangen van het kasteel. Koetere, die was zat. En hij wier als het ware meegetrokken door die witte madame. Volg mij, schone jongeling. Op het eind van de gang staat een schatkist van de baron, mijn overleden man. Vol met goud en zilver. En als je die openmaakt met de gouden sleutel, vlakbij de schatkist, is alles voor jou. En hoef je nooit meer te werken. En dan ben ik vrij. Daar stond de schatkist, maar daarvoor lag een helle hond met zijn drie koppen, de hond van de duvelen, en die gromde naar hem. Je moet niet bang zijn, schone jongeling. Pak de sleutel en open de schatkist. Maar het koeterken draaide hem om. Hij liep zo hard als hij kon naar buiten. En hij hoorde de witte madame nog klagend schreeuwen. Kom toch terug, oh, wat een verschrikking. Het koeterken begon nog harder te lopen. Het was niet zo ver meer. Hij zweette naar zijn paard. En hij voelde zich doodziek. Hij strompelde de schuren binnen. En hij plofte neer op de streuzak waarom hij altijd sliep. Over een paar uren moest hij al de koe gaan melken. Maar toen hij er altijd nog niet verscheen, ging de boer eens kijken in de stal. En daar vond hij het koeterken. Zo bleek, zo bezweet en rillend van de korsen. Hij vertelde met horten en stoten aan de boer
wat er op de rondute was gebeurd. En toen vielen zijn ogen dicht en zijn kinnen zakten op zijn borsten. Hij had het niet overleefd. Hij was dood.